Yo kijkers van IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van GTA 3. Voor mij is het een heel tijdje geleden dat ik voor het laatst GTA 3 gespeeld heb. Dat was namelijk op 5 augustus. En het is op dit moment 25 augustus, dus het is een heel tijdje geleden. Ik heb druk bezig geweest met andere series op te nemen. Met dingen voor te bereiden, dingen voor het YouTube kanaal en ga zo maar door. En ik moet sowieso helft erbij zien te krijgen nu. Ik moet sowieso ergens naar het ziekenhuis. En ik moet zo meteen naar J toe. En ik moet wapens halen. Maar ga ik nu naar het ziekenhuis, dacht ik. Of niet? Dit is dus wat het ziekenhuis eigenlijk is. Hop. We zijn niet hier. Nou, ik ga dus eens even ammo halen. Dat was hier langs. Oké, dit is wel een heel sterk kistje. Oh, ik ga niet serieus minder vastzitten geklist in zo'n kist. Een klein kratje. Hé, hey, hier hebben we een bridge. Oh, dat toch niet. Dat toch wel. Ik weet niet precies wat het ziekenhuis is. Volgens mij kan ik hier nog helemaal niet langs. Nee, dat dacht ik al. Ik ga eens op zoek op mijn telefoon, even kijken waar het is. GTA 3 map. Hop. Ik heb de map. Eens even kijken, waar zit ik? Ik zit daar. Oké, ik zie waar help ligt. Dan moet ik bij een langwerpig gebouw. Dus. Is volgens mij dit gebouw. Is langwerpig. Ja, dit is een langwerpig gebouw. Moet ik hier iets met een bocht mee. En meteen de eerste weg weer af. Daar moet daar zo meteen wat liggen. Dat is volgens mij niet hier. Ik pak mijn telefoon weer uit. Nee, waar ben ik? Ik ben echt compleet de weg kwijt. Maar bij Jezus was me ook wat. Ja, het zal wel, jongens. Oh, ik zit weer bij mijn safe house. Laat ik een stukje deze kant op gaan. Eerst even wat ammo halen. Daar was ik dus eerst mee bezig. Schans! Wow! Kijk, dat is echt prachtig. Alleen mijn auto gaat zo meteen in de fik vliegen. Alleen wat minder prachtig. Kaboom! Maar weet je wat misschien verstandig is? Ik ga gewoon de missie starten. Ik zie wel wat ik moet doen. Als ik dood ga, ga ik dood. Dan weten we dat ook. Ik ga gewoon de missie starten. Klaar! Oké, deze auto gaat ook ontploffen. En kaboomy. Weer een auto minder. Oh ja hoor, ik had een auto, vinden ze helemaal niet erg. Ik krijg een agent al, vinden ze hartstikke erg. Maar maakt niet uit wat je doet, je hebt meteen politie. Wacht even, lag je achter niet ergens hel? Ja, hierachter moest ik dus zijn. Dat is serieus bij de missie. Ga ik het oppakken.
Ja, ik heb helft erbij. Jee, dat werd ook tijd, jongen. Oké, missie starten. Hop, flats. En dan gaan we hier naartoe. Oh, ik heb die telefoon al, maar ik weet niet hoe je die telefoon moet opnemen. Niet deze knop? Nee. Van huis. Oh, ik druk het heel snel weg. Oh, ik heb nog leuke politie erbij. Helemaal mooi. Ik weet god niet wat ik moet doen. Alleen dat ik er één op blokje toe moet. Volgens mij. Hé, hey, we hebben politie, jongen. Zo. Au, nee, niet. Doe eens niet. Ik ben dood. Zit dat ook wat ik vergeten ben? Uit te zetten, mijn tweede monitor. Ben ik helemaal vergeten. Maar wat moet ik eigenlijk doen? Kijk, dit is nou meteen een wapen. Kijk, dit is nog eens makkelijk. Een hoest erbij. Op de weg laten staan. Dan rennen we hier snel naar binnen. Wat moest ik precies doen? Kan ik ondertussen weer hoesten? Alright, we're gonna hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now hit it hard, and the punk-ass security guard should bail. And take it to the warehouse at the docks, and my guys are gonna take over from there. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Oh, ik moet gewoon aan de weg aframmen. Dat is hem. Nou, dat is niet zo voor. Even draaien. Dit valt toch niet op in een politiewagen, jongen. Want daar een paal heeft ook iemand nodig. Ik ben geen rennen op politie achter me aankrijg. Get out of my way! Boom. Ja, dan hier ik daar zelf tegen me aan. Slimpy. Jij rijdt wel heel raar. Ik heb ook politie achter me zelf aanzetten. Ja, dat dacht ik al. Even wat politie kwijtraken. Deze auto kan ik niet veel meer. Hey, dit bosje kunnen we heen rijden, dat is handig. Normaal zijn de bosjes in GTA zo hard dat je nergens doorheen kunt. Oké, dat busje in een random aangekakt. Ik wil die ster erachter hebben. Deze. Dat scheelt weer een klein beetje. Take the fan, zekers. Oké, doen we dat. Dat maakt toch niks uit. Take the fan to the luck a point. Oké, doen we dat. Het ding rijdt echt als dikke stront door de trechter. Maar hey, het rijdt. Ik weet er al lopen. Oh god, hij heeft me gezien. But first, lost the cop zekers. Zou misschien niet echt een probleem moeten zijn. Kijk, dat wel kwijt. Dit. Get out of the vehicle. Kom, doe de moonwalk. Wow.
and return. Boys, we did the mission. Ik wil graag een auto hebben, maar als een politieauto zo dichtbij staat, vertrouw ik daar ook niet. Hey, ik heb een bericht. Get to the payphone in Hellburn. Her the hell out! Her the hell out? Hell no! Zo'n mooie echo. Dat zijn echte geluiden van 1990, jongen. Even één keer een J-missie doen. Of in ieder geval proberen. In deze episode. Kijken waar we gaan uitkomen. Oké, daar zijn we. Een J-missie. Yay. Waar gaan we dan? The real sweet. She purrs, you know what I mean? Oh, here's the guy I was telling you about. Alright, listen, this guy he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Hey, I'm Tony Cipriani. Take him to Mama's restaurant at St. Mark's, alright? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, we moeten dus rijden. Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying them protection money. Down. And watch the car, Joey just fixed this junk heap, so no fancy crap, okay? Hey, nou kunnen we een echte auto. Mensen kunnen ook echt niet rijden in deze stad. Jezus Christus. Maar ik mis echt gewoon de GPS in van de nieuwe GTA's. Dat is gewoon echt makkelijk. Maar ik denk echt nodig was in deze game, want zo groot is deze wereld niet. Wait here. Keep the engine running. This ain't a social call. Oh god. Ik weet al hoe laat het is. Het is geen social call. Dat zeg wel genoeg. Ja, die wat? Ja, vergeven. Ah, rijden, dat kan ik wel. Wat tarenpaal is er nou nodig? Ik niet. In ieder geval. Ik ren de politieauto dat staat. Kijk, ik heb er weer uitgereden. Zo moeilijk was dat niet. Kijk eens aan. En we hebben hem gedropt. En hier is Kaan. Weg. Move. Oprotten. $3,000 erbij. That's the money. We gaan zo de game opslaan. Ergens. In het safe house. Nou, de volgende keer nog een J-missie doen. Kan ik hier tussendoor? Op het elk van wel. Maybe wordt het toch lopen. Hé, hey, lig je nooit geen wapens? Nee, niks. Kijk, hé, hey, hier hebben we de ammunition. Die was ik aan het zoeken. Buiten weer. De mensen hier gewoon binnen gebied zitten. Kijk, nou het is wat wapens. Ik denk dat ik een leuk autootje zie te jatten nog. En dan is het zover. Zoals deze. Get out! My car now. Jezus, dat was de Jesus Wilhelm scream. Andere kant van het blok. Boom. Rotate. Vrij scherpe bocht. Spookrijden. En rem. Ik zei rem. Geen krasje maken. En we gaan even 7.
Zo je ziet, 5 augustus was de laatste keer. Yes, ok. In ieder geval, laat een like achter, niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg.